nou, ik vond het wel verfrissend eigenlijk. Kijk, hoeveel mensen werken er niet bij VWS? Het zijn allemaal mensen die ook gewoon een eigen mening hebben. Ja. En het lijkt me heel gezond dat je niet meteen op je kop krijgt als je die ook eens uit. Ik wil het met jullie hebben over een fenomeen dat deze week werd bekend. Namelijk begin februari een 500.000 Nederlanders hun groene vinkje in de corona-app verliezen als ze zich niet laten boosteren. Waaronder ook een communicatieadviseur van het ministerie van Volksgezondheid. En op LinkedIn postte zij gisteren waarom zij zich niet laat boosteren en tegen het beleid van haar ministerie ingaat. Ik laat mij niet dwingen door een minister, stelt ze in het bericht. Elske Schouten, op haar LinkedIn staat dat ze parttime in dienst is van VWS, een ministerie dat verwacht of geacht wordt een eenduidig beleid te communiceren. Helpt het dan dat een communicatieadviseur zo openlijk op LinkedIn tegen het eigen beleid ingaat? Nou, ik vond het wel verfrissend eigenlijk. Kijk, hoeveel mensen werken er niet bij VWS? Het zijn allemaal mensen die ook gewoon een eigen mening hebben. Ja. En het lijkt me heel gezond dat je niet meteen op je kop krijgt als je die ook eens uit. Kijk, als het iemand was geweest die dit beleid verzonnen heeft, dan was het misschien een beetje gek geweest. Maar zelfs dan, ik zou het zelf, persoonlijk zou ik het best verfrissend vinden als een hoog iemand bij het ministerie zou zeggen van kijk, politiek besluit is om het zo te doen. Ik snap het ook, maar het zou mijn keuze niet zijn. Maar we doen het toch. Okay. Ja, voor mij, ik ben daar wel voor. Ja, en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst. De vraag aan jou zou eigenlijk zijn, wat zou je ervan vinden als iemand die bij NRC werkt iets negatiefs schrijft over het beleid van NRC? Dus misschien wil je daar iets over zeggen. Ik vind dat absoluut niet kan. Nee, ik vind echt als je werkt bij een ministerie, en breed. De moraal is dat je mag als ambtenaar je ingaan tegen het beleid van je minister. En je mag alle argumenten aanvoeren waarom je het er niet mee eens bent. Maar op het moment dat het besluit genomen is, is het besluit genomen. En dan voer je dat ook uit. Ja. En ik vind dat dus gelden ook voor de mensen die op zo'n departement werken. En als je daar niet mee kan leven, ja, sorry, maar dan moet je misschien wat anders gaan doen. Maar wat zou u, stel dit zou op uw ministerie gebeuren, wat zou u dan doen met deze medewerker? Ik denk dat ik dan aan de leidinggevende van die persoon toch zou vragen om met haar een gesprek te hebben. Ja. En uit te leggen dat dit verkeerde beelden geeft en dat je dit niet zou moeten willen. Omdat zij, haar uitingen zullen gebruikt worden door mensen die tegen het beleid zijn om te zeggen, zie je, zij vinden het ook al. Dus een gesprek met zo iemand en te vragen of ze dat niet meer zou willen doen. Ja. Maakt het eigenlijk nog uit of ze dat op een LinkedIn-pagina doet of op een wat meer particulier je merkt medium? Dat de LinkedIn-pagina, dat wordt ook nieuws. Dus alles wordt nieuws, dus veel maakt het niet uit. Dat maakt op zich niet uit. Nee. Bert, we hebben het ministerie om een reactie gevraagd op dit bericht van die VWS-medewerker. En die zeggen, wij reageren hier niet op. Is dat een handige reactie? Ja, nou, nu val ik even stil. Ik vond eigenlijk de reactie van Guusje wel goed. Een ambtenaar behoort tot de uitvoerende macht, de dienende macht. Kijk, nu heb je dat iemand zich er tegen uitspreekt. Maar wat als de volgende stap is van, ja, dit is wel beleid, maar ik voer het gewoon niet uit. Of ik ga er tegen in. Mm-hmm. En dan kan je zeggen van, nou ja, je bent een burger, je mag het zelf weten. Maar dan zit je in het verkeerde beroep. Mm-hmm. Want een ambtenaar moet gewoon volledig in het zijn belang stellen in het dienen van de zaak die boven haar is besloten. In het gareel lopen dus eigenlijk. Op Twitter wordt er trouwens overigens door sommigen nu getwijfeld of ze daar nog wel werkt bij VWS. Omdat ze vorig jaar een bericht zou hebben geschreven dat ze na 23 jaar zou vertrekken. Zou het dan niet juist goed zijn als het ministerie zich van dit bericht distancieert? Ja, maar misschien is ze nog net niet vertrokken. En op het moment dat mensen gaan vertrekken, willen ze nog wel eens wat meer ruimte nemen dan op het moment dat ze nog een hele carrière voor de boeg hebben. Ja. En dan zijn ze bevrijd. Gezegd? Ja, dan zijn ze bevrijd van de ketenen. En ik heb het altijd al gevonden en nu zeg ik het. Dat is heel naar eigenlijk. Mevrouw ter Horst, heeft u wel eens te maken gehad met dit soort dissidente geluiden vanuit het ministerie? Wat deed u daar dan mee? Ik denk dat ik het verdrongen heb. Maar als het gebeurd is, denk ik dat ik het verdrongen heb. Oh ja? Het is wel zo geweest dat ambtenaren mij heel nadrukkelijk hadden gevraagd om ergens een punt van te maken. En dat hield mij niet op. En toen heb ik gezegd, nou is het afgelopen, ik wil er niks meer over horen. Een punt van te maken? Nou ja, om ergens om een bepaalde zaak uit te zoeken en daar een punt van te maken. Oh. En toen zei ik, dat wil ik helemaal niet. U kreeg een soort opdracht mee van die ambtenaren eigenlijk? Zo voelde het wel een beetje. En toen zei ik, dat wil ik niet, dat vind ik geen goed punt. En jullie moeten er nu over ophouden. Okay. Dus dat is misschien vergelijkbaar. Maar ambtenaren die drammen bij een bewindspersoon, dat is natuurlijk niet verkeerd. verkeerd. Hè? Als ze denken van. Maar het besluit is dan aan jou als hoogstbevoegde. Ja, maar ik denk dan, als ik nou 1 keer heb gezegd dat we het niet gaan doen, dan zou dat genoeg moeten zijn. Dacht ik toen hoor. Nu denkt er heel anders over. Nu... Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1 app. Download hem nu.